Welkom allemaal, ik ben Nettie Sommers en ik ben sinds juli 2020 hoor ik bij de Communicatiegroep van Nederland en wij zorgen dat Nederlandse investeerders in de eikentaal op de hoogte gebracht worden. En dat ga ik vanavond weer voor u doen. En we weten allemaal dat er wereldwijd veel problemen zijn met het milieu en er moet iets aan gedaan worden. De heer Anatoly Juninski die zag dat ook en die heeft een nieuw systeem ontwikkeld. En dat is vervoer boven de grond op het tweede niveau. Eerste niveau is de wegen die er nu zijn. Op de weg. En het tweede niveau is in de lucht. En dat is veel milieuvriendelijker. Dat ga ik u hierna wel vertellen. Maar Anatoly Juninski die heeft er dus de oplossing voor. En hier ziet u zijn eerste testpark wat hij heeft. Daarin heeft hij een station gebouwd. En van daaruit komen rails en de verschillende soorten van vervoer. Zijn eerste idee was een vrachtauto met stalen wielen over een rail naar een tweede niveau laten rijden. Of dat lukte was best spannend, er stonden veel mensen te kijken zoals je ziet, maar het is me gelukt. Anatoly Juninski is een man die heel veel kennis heeft. Hij heeft wetenschappelijke publicaties gepubliceerd, maar heeft heel veel uitvindingen gedaan en hij is eigenlijk heel erg bekend in heel dat wereldje. En dat zult u hierna ook wel allemaal verder kunnen zien. Want voor passagiersvervoer heeft hij verschillende modellen ontwikkeld. Niet één model, maar verschillende. Klein, smal, lang, voor 2 personen, voor 25 of meer personen. En een snelheid van 150 tot 500 kilometer per uur. Maar ook voor de industrie, zoals je hier ziet, in het midden komen ze erbij. Dat zijn verschillende modellen voor de industrie, zodat die op verschillende manieren ook hun materialen kunnen vervoeren. Nou zeggen heel veel mensen, ja dat bestaat al lang, dat weet ik. In China en in Duitsland bijvoorbeeld zijn al kabelbanen of kabelbanenbanen die boven de grond zijn. Dan hebben ze de wagons in plaats van aan de onderkant aan de bovenkant de wielen eruit. Maar verder is het hetzelfde. De milieuuitstoot is nog hetzelfde. En waar is men tegenwoordig mee bezig? Geen schadelijke stoffen in het milieu. Deze hebben de wielen aan de bovenkant, maar verder is er niks veranderd. Wel dat de files op de grond waarschijnlijk wat minder zijn geworden, want in de lucht is nog geen file, maar schadelijke stoffen blijven. Dan zijn er ook nog de kabelbanen. Maar het woord zegt het al, een kabelbaan heeft geen motor, maar die trekt iets aan een kabel voort en dat is een beperkte lengte, plus een snelheid die amper op te voeren is, want dat kan niet. Dus dat gaat heel langzaam allemaal. Dat is geen idee voor vervoer over de hele wereld. Als we nou gaan kijken hoe er gebouwd moet worden. Normaal, traditioneel, dan gaat men van A naar B bouwen en dan moet de grond worden geëgaliseerd van A naar B. De dieren die daar leven, ja, die moeten verhuizen, die hebben geen inspraak, die mogen vertrekken en een ander plekje gaan zoeken. Anatoly Juninski doet het anders. Hij laat de dieren wonen waar ze wonen en hij zet daar pilaren neer. Zijn wegbedding komt naar het tweede niveau. Dat is het mooiste. En dan gaan ze kunnen een structuur doen met doorhangende kabels, maar men kan ook een strakke kabel hebben die met een ijzeren omhulsel omhuld wordt, maar dan leg ik hierna wel beter uit. Maar in die bekabeling zitten snaren, getwiste snaren, zoals wij bij ons ook kunnen zien, hoe dat onze bruggen getuid worden met die kabels. Zoiets kun je bij bedenken. Als die bekabeling omhuld wordt door een hard omhulsel, dan kan daar een hoge trein overheen rijden. Want die bekabeling wordt aan het begin en aan het eind vastgezet. En dan kun je voor het gemak ook even bedenken hoe het bij een gitaar is. Dan wordt het ook strakker gedraaid en aangespannen. En op deze manier, maar dan in het groot, zo werkt het om dit te bouwen. En om het nog makkelijker te maken, de trein wordt niet een hele lange trein van 100 meter of zo, maar men zet het in korte, kleine compartimenten van 2 tot 25 personen. En dan kan elk compartiment met een afstand van ongeveer 10 seconden van elkaar af, kunnen ze dan rijden. En om het nog beter te maken, de wielen die hebben een staal-op-staal wrijving. En wat we van de week het nieuws hebben gehoord, tenminste ik, hoop jullie ook, dat veel milieuvervuiling komt door de banden, door de slijtage van de banden, om het beter te zeggen. Dat komt in het milieu en dat is ook heel erg belastend voor het milieu. Als we dan deze wielen staal op staal wrijvingen hebben, is een garandeerd houdbaarheidsdatum van meer dan 50 jaar, ze denken 100 jaar. En hier komt dus geen slijtage. Dat is al een veel grotere vooruitgang voor het milieu.
is echt heel, heel fijn. Als je dan kijkt naar de plaatjes hieronder, want ook de, het vervoer, men kan niet, het kan niet ontsporen. Want als je in die oranje rondjes kijkt, daar zit het systeem voor beveiliging tegen ontsporen. Omdat de bovenkant de wielen eroverheen rijden en de zijkant het ontsporingssysteem staat, is het heel veilig. In het echt zie je het ernaast. Dan zie je de wielen bovenin en ook hoe dat de rail ontsporingssysteem heeft. En helemaal rechts zie je de binnenkant van een snaar. De buitenkant is eerst een ijzeren omhulsel. Daarin zie je die 6 snaren zitten. En die 6 snaren zitten weer in een polymeeroplossing. En dat is zodat het niet kan gaan roesten. Dus dat is gewoon een heel mooi systeem, wat ook dus jarenlang veilig is en weinig onderhoud nodig heeft. Hoort u later ook meer over. Als je dan kijkt naar het energieverbruik, bij een auto heb je aan de achterkant van die wervelingen. Dat is bij de U-Flash van Juninski String Technologie niet. Dan gaat de wind en daaronder en erboven vloeien door. Dus ook aan de achterkant dat gaat die heel makkelijk weg. Dus je krijgt geen luchtwerveling. Dat wil ook zeggen dat de snelheid niet afgeremd wordt. En wat kan je hiermee bereiken? Nou, natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren. Het transport zal versneld worden en er zijn geen files. Maar alles is steeds georiënteerd en geïnspireerd op de groene energie. Geen luchtvervuiling. Inmiddels zijn we al een aantal jaren verder en zijn er scholen opgericht waar mensen in deze richting kunnen studeren, zodat ze dadelijk mee kunnen helpen in verschillende landen om te bouwen. En inmiddels zijn er al verschillende mensen afgestudeerd. En rechtsonder ziet u een plaatje van een groep studenten die in het Ecohuis heeft mogen komen kijken. Hier zie je wat er ontwikkeld is. De doorhangende spoorstructuur, de bovenste. Dan heb je de middelste, is de strakke spoorstructuur, de stijve. En daaronder ziet u de dubbele stijve spoorstructuur. En elk heeft gewoon zijn eigen voordelen hoe ermee gewerkt kan worden. En rechts onder het plaatje, met die, ziet u de bril op liggen, dan ziet u de doorhangende spoorstructuur, hoe klein dat die is. Maar die is verschrikkelijk sterk. Er kan gewoon, kunnen zware wagons aan hangen. Maar alvorens de markt gaan betreden, moet elk onderwerp, elk onderdeel, moet ik eigenlijk zeggen, moet getest worden en goedgekeurd worden. En als het goedgekeurd is, dan krijgt men daar documenten voor. En er zijn inmiddels al heel erg veel documenten gekregen. En het doel vooral van deze documentatie is dat men over de wereld heen kan gaan bouwen. Alles wordt berekend, de documenten, dat zijn testbedrijven, externe testbedrijven, die testen alles op verschillende applicaties wat ze moeten weten. Hier zie je een aantal certificaten en onderscheidingen, maar ook patenten. En patenten, dat weet u en ik allemaal, een patent is gewoon dat een bedrijf een hele aantal jaren zelf alleen dit mag ontwikkelen en de concurrentie mag er niet mee doen. Dat is gewoon heel mooi. Ze zijn in 2019 ook een van de experts geweest in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. En ze zijn ook op 16 februari 2018 lid geworden van de internationale organisatie van UAITP. Dat is een groep van transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit 96 landen. En hier zijn ze 16 februari 2018 lid geworden. Dus voor onze mensen uit België die ik veel spreek, die zeggen in België mag het niet, het mag wel. Kijk maar, in Brussel, 16 februari 2018, heeft Brussel het goedgekeurd. Wat andere mensen zeggen, maakt niet uit, er is gewoon goedkeuring. Zul je straks nog meer zien, zijn ook bedrijven uit België die meewerken hieraan. Nou zijn er wel mensen die technisch zijn en die zeggen, hoe werkt dat dan? Ik ben niet zo technisch, ik weet het niet, maar deze site van Anatoly Juninski, die legt precies alles uit voor de mensen die met allerlei verschillende manieren van denken, berekenen, verstand van hebben, dat die daar hier hun zich kunnen uitleven op de manier hoe het hier uitgelegd wordt. Maar voor de meeste mensen is het wel lastiger om dit te begrijpen. En dan is er nog een andere website en daar wordt alles in begrijpelijke taal uitgelegd. Dat zal voor de meeste mensen werken. Dit zijn de modellen die ontwikkeld zijn. En dan zie je hier rechts die blauwe, kleine blauwe ding, dat is een voorontwerp geweest, daar hebben ze ook al getest op het park in Minsk. En daar is deze rechts onder die twee onderste plaatjes, zijn de laatste twee nieuwe plaatjes voor de
U-bus. En die is ontwikkeld voor een speciaal land waar ze ook gaan bouwen. Ik kan het waarschijnlijk nog niet vertellen, maar dat komt binnenkort. Er komt natuurlijk een grote ontwikkeling erin. Hier zie je voor de industrie. Dan zie je bovenin twee andere modellen die ook voor de industrie zijn, waar ze andere materialen in kunnen vervoeren. Daaronder de twee is de transportband. De onderste ziet u hoe die op afstand kijkt, maar bovenin de tweede daarboven ziet u hoe de transportband alles kan leveren op de plaats van bestemming. En weer terug eruit onderdoor om nieuw materiaal te halen. Oh, hier is hij nog wel groter. Er zijn twee prioriteitsrichtingen en dat is personenvervoer en containervervoer. Staand en hangend, maakt niet uit. Dus dat is gewoon al heel mooi. En dat wordt allemaal bewerkt en gedaan in het kantoor in Minsk en in de Verenigde Arabische Emiraten. En rechtsboven ziet u het laatste nieuwe kantoor in Minsk wat ze betrokken hebben. En rechtsonder is het eerste productiegebouw. En het kleine witte ding wat u daar ziet, dat was hun allereerste kantoor. Ze hebben ook een stuk grond gekregen in 2015. Het was een oud, vervuild militair terrein. En dan moeten we even kijken hoe ze het verder ontwikkeld hebben. Want Anatoly Yuninsky zei dat hij ook de grond kon verbeteren. Nou, ze hebben daar de mensen denk ik gedacht, nou dan heb je hier je eigen stuk grond waar je lekker op uit kunt leven. En kijk even achter naar die vijver. Die is daar gewoon nog ruw. En ook daar heeft hij veel ontwikkeld. En dat ziet u op dit plaatje. Dan zie je die vijver wat daar allemaal ontwikkeld is. Wij hebben daar heel lang geen afbeelding van gehad hoe het vanaf die kant bekeken eruit ziet. Maar inmiddels heb ik een plaatje wat je links van de vijver zie je ook een klein beetje bomen staan. Achter die bomen is een heel vakantiepark ontwikkeld. En rechts van de ingang, buiten de ingang, is ook een nieuwe lijn gebouwd die 1125 meter lang is en mensen vervoert naar het vakantiepark daar. Heel mooi. En hier zien we het. Dit is rechts, hieronder zie je de huizen. En hier zie je van deze kant de vijver, hoe het wel ontwikkeld is. Komen we van de andere kant niet zo goed zien. En linksboven ziet u de huisjes die er allemaal staan. En het gaat vooral om hier voor mensen die graag willen vissen. Dat zie je rechts. Er is heel veel ontwikkeld voor mensen die vissen. En er worden echt grote vissen gevangen. Oh, wacht, ik ga het snel. En hier ziet u dat mocht er een wagon op een gegeven moment niet vooruit kunnen, dat er een stagnatie is, dan kan een volgende wagon kan door de soort trekhak die eraan zit, boven, voor en achter, en elke wagon zit dat, kunnen ze aan elkaar koppelen en kunnen ze de volgende naar het volgende station brengen. Sorry. Dan gaan we nu naar de Verenigde Arabische Emiraten. En daar is in april 2018 hebben de sheiks voor de eerste keer gezien wat Anatoly Yuninsky aan het ontwikkelen was. Zij vonden dit zo geweldig en in september 2018 hebben ze een handtekening gezet onder een contract waarin Anatoly Yuninsky in dat land een stuk grond kreeg om ook de ontwikkeling te doen voor het warme klimaat. Dat stuk grond was gewoon een pure stuk woestijn, dat ziet u rechtsonder. En daar ziet u bij die auto's een aantal mensen staan. En dat is het middelste plaatje. Daar hebben ze hun eerste officiële opening gehad. En hierna gaat u straks allemaal plaatjes krijgen van wat er allemaal al ontwikkeld is. Dat is gewoon heel mooi. Het eerste station is hier gebouwd. Dat is daar achterin, zie je dat. Het is nog niet helemaal klaar met bouwen. Maar de string was klaar. En men is meteen begonnen met testen. Want men heeft een jaar nodig om te testen. En in dat jaar moet men van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en 's nachts data verzamelen. En al die data is nodig om goedkeuring te krijgen of dat het systeem veilig is en of dat daar verder iets aan gedaan moet worden. En ze hebben hier goedkeuring voor gekregen. Dat wil zeggen dat ze over de hele wereld nu dit systeem mogen gaan bouwen, verkopen. En elk land hoeft niet meer apart nog goedkeuring te gaan zoeken. Dus dat is gewoon heel mooi. Hier ziet u in het middelste plaatje hoe de binnenkant is van het ecohuis. Linksboven ziet u het ecohuis aan de buitenkant met een rondonde ervoor. Daar ben ik vorig jaar geweest. Heel mooi om te zien. Toen zag het er zo uit links zoals die planten aan de buitenkant. Inmiddels staat helemaal onderin links, ziet u alleen maar groen. Een weg en dan weer groen. Inmiddels is het helemaal volgegroeid met planten. En in het midden onderin
ziet u hoe groot de planten al gegroeid zijn. Heel mooi. Dus, en rechtsboven ziet u een groep uit Vietnam. Die is komen kijken en die konden boven op het platform kijken om een overzicht te hebben over het hele park. En dit is de binnenkant. Heel luxe. Hier ben ik ook geweest. Hier mochten we links instappen. Dat is de lift. Rechts onder het plaatje. En ja, dan, toen mochten wij ook mee rijden met die wagon een keer op en neer. Super mooi mee te maken. En rechtsboven ziet u dat ze voor de 2,5 kilometer baan, dat ze daar de string aan het bouwen zijn. Er zijn 3 bouwbedrijven die ermee bezig zijn om te bouwen. En naar verwachting is het eind dit jaar of begin volgend jaar, is het allemaal klaar. Je ziet wat voor stalen constructie hier allemaal gebouwd wordt. Hier heb ik nog meer plaatjes allemaal. Dit is, kijk je 2,5 kilometer ver, kijk je door die bogen heen en daar zijn ze nu bezig om de bekabeling te leggen. Hier onderin zie je vanaf deze kant, hier een kleine hokje, dat witte, dat is een beveiligingshuisje voordat je het park op gaat. En halverwege deze weg, die weg is tot van de ene rondtonde naar de andere 2,5 kilometer lang en erlangs is het park van Janinski gebouwd. De vierkante bogen die je ziet, dat is voor de containervervoer. En de andere rechts, er wordt er nagebouwd, dat is lijn 2. En containervervoer is lijn 4, zoals ik het goed zeg. En die worden allebei tegelijk, worden er ongeveer de bekabeling voor gehangen. Hier zie je nog wat plaatjes. Super mooi om te zien, er wordt echt heel, heel hard gewerkt door 3 bedrijven tegelijk. En in januari hopen we het klaar te hebben. Hier rechtsonder zie je ijzeren omhulsel. Waar de bekabeling ingelegd moet gaan worden. In het midden zie je dat ze bezig zijn om het naar beneden te takelen. Heel mooi. Kijk eens hoeveel wagens dat er mee bezig zijn om het allemaal in de lucht te houden. Om het allemaal goed vast te zetten. Dat wordt echt hard gewerkt. Anatoly Janinski gaf ook een tv-interview in de Emiraten. En daar heeft hij ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om natuurlijk te vertellen over via transport in de Verenigde Arabische Emiraten. En in de stad Sharjah zijn ze gewoon iets aan het ontwikkelen. En ook vanuit daar te verkopen over heel de wereld. En ze hebben problemen met stationonderhoud, kettingrailviaducten, het geautomatiseerde systeemverkeer en nutsvoorzieningen. Ja, allemaal opgelost. Al die kleine probleempjes die er waren, zijn allemaal opgelost. En daarna krijgen ze pas hun certificaat. En dat certificaat hebben ze gekregen. Dus het is gewoon verschrikkelijk fijn dat ze dit allemaal gekregen hebben. Hier kijk ik nog even in het testcentrum. Zo gauw als er een wagon gaat rijden, kunnen ze alles zien op de computers linksonder. En ze kunnen ook met de mensen spreken in de wagons. Zodat als er iets is wat mensen doen, vandalisme of zo, kunnen ze toespreken. En op een aankomststation kunnen ze ook automatische deuren dicht houden. Super veilig dus. Hier kijken we in het bedrijfsgebouw. In de fabriek. En dan zie je dat rechts is de Unibus, wordt daar gebouwd. Maar links is het nieuwe model, wat verzonden wordt naar een land die deze besteld heeft. Dat zijn U-bussen die voor 25 passagiers zijn. En die zijn veel erg vereenvoudigd. Zo luxe als van de Emiraten hadden ze het niet nodig. Ze willen daar gewoon goedkoop vervoer voor heel veel mensen. En hier kunnen gewoon 24 mensen in staan. Dit is de toegang tot het testpark. Tussen deze twee mensen zie je daar een auto rijden. En achter die auto is het paviljoen en daarachter weer het donkere is het ecohuis. De afslag hier naartoe is aangegeven met een mooi bord. En Anatoly Janinski staat hier links en rechts staat zijn zoon. En beide laten ze gewoon zien hoe de afslag is naar hun testpark. En ik denk dat ze super trots zijn. Ze hebben dus ook een certificaat gekregen voor warm klimaat. Ze voldoen aan alle veiligheidsnormen. Ze zijn daarom geslaagd voor en worden, ze hebben voldaan aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Wereldwijd. Dus dat scheelt heel veel. Het zal echt de besluitvorming in alle landen ten goede komen. Die hoeven dat zelf niet meer te onderzoeken. Ze zijn geschikt om de wereldmarkt te betreden en ze hebben al gesprekken in Abu Dhabi, Dubai en Sharjah. Maar ook in buurlanden als Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Die landen hebben allemaal interesse.
We hebben een hele tijd moeten zeggen van er is een aanbesteding en we moeten nog afwachten of dat die aanbesteding doorgaat of dat er andere bedrijven zijn die het krijgen. Want er waren concurrenten uit China, VS, Israël en Frankrijk bij betrokken. En op dit moment weten wij dat Juninski Stringtechnologie die aanbesteding heeft gewonnen. Hij kan dus gaan bouwen in de stad Dubai. En de Sharia is ook bezig om te kijken naar een traject van links van Sharia naar rechts, naar de stad Korfakkan. En dat is een traject van 125 kilometer, 25 kilometer over vlak terrein en 100 kilometer over vlak terrein en 25 kilometer door bergachtig terrein. En ze hebben ook nog een extra optie ingediend om eventueel in de stad van Korfakkan de technologie te kunnen bouwen. Dus dat is nog even afwachten, daar hebben we nog geen officieel bericht van. Maar ja, wij weten wel dat dit goed gaat komen, denk ik. Daarnaast is Dubai ook bezig om van een luchthaven, van de ene luchthaven naar de andere, een traject te willen ze bouwen van 45 kilometer lang. Van de luchthaven van International Airport ook naar een haven. Maar ook van de andere airport van Maktoum International Airport ook naar de haven. Dus men wil eigenlijk zo'n driehoek hebben om het systeem te bouwen voor containervervoer. Horen we verder waarschijnlijk voorlopig niks meer van. Wel wat er in Sharjah gebeurt, dat zullen we gaan mogen volgen. De anderen niet. Hier zie je ook de route die al uitgetekend is, waarlangs het systeem straks gaat bouwen. Rijden, heel mooi. En dit soort taferelen zullen we nooit meer zien de mensen aangeduurd moeten worden. Want het gaat gewoon heel anders. En als je dan kijkt, ook in Europa kan het best gebouwd worden. Want als je de snelweg hebt rechtsonder, dan is er meestal een groenstrook tussenin. En daar kan men een pilaar bouwen. En daarboven het vervoer over dezelfde lijn als de snelweg bouwen. Dus er zijn geen dure kosten nodig om nog extra grond te verwerven en goedkeuringen te krijgen. Want daar is gewoon al goedkeuring om te bouwen. Juninski Transport kan zich onderscheiden door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en in het vrachtvervoer. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Daarom is natuurlijk die testen ook in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze zijn ook betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen, want in de Emiraten gaat het tot plus 55 à 60 graden en in Minsk gaat het min 55 à 60 graden. En bij alles hebben ze al certificeringen van goedkeuring. Het is ook voor het milieu heel goed, want het is goed voor de biodiversiteit in alle natuurgebieden. Dieren die daar wonen, planten of wat er ook allemaal staan, het is veel veiliger geworden, ook voor hun. En heel belangrijk, trekroutes van dieren kunnen niet worden geblokkeerd. Als je kijkt naar de kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van een hoge snelheidsweg ongeveer 30 miljoen per jaar. 30 miljoen dollar per jaar. Per kilometer bouwen. En het jaarlijks onderhoud kost per jaar $100.000. Dus als je dan kijkt naar 30 miljoen kost het om een kilometer te bouwen. Maar dan heb je ook elk jaar, jaren in, jaar uit, onderhoudskosten nodig per kilometer. Dat blijft duur. De Hyperloop wordt nog een ander verhaal, want ze zeggen dat dat per kilometer bouwen $50 miljoen per kilometer kost. En dan weten we nog niet wat de onderhoudskosten zijn. En het is in een conceptfase. Men heeft nog niks gebouwd. En iedereen weet, als er gebouwd gaat worden, wordt het altijd duurder door onvoorziene omstandigheden. Een kilometer metro kan zelfs oplopen tot $150 miljoen per kilometer bouwen. En als je dan kijkt naar Juninski Stringtechnologie, met een gemiddelde bouw van maximaal 10 miljoen, gemiddeld 5 miljoen, even hier het volgende. Want Juninski Stringtechnologie kan bouwen tussen een kostprijs van 1 miljoen en 10 miljoen. En weinig onderhoudskosten, gemiddeld dus 5 miljoen per kilometer. Dan kunnen we narekenen dat dit de hele industrie van vervoer heel erg gaat veranderen. En wij zijn een stukje mede-eigenaar. Wie dit ook interessant vond was Bekaert. Bekaert is een groot, heel, heel groot bedrijf uit België. En die levert alle snaren. In elk land. Zij kunnen voor elk land dit leveren. Want dat was dus wel de vraag. Ze moesten gewoon wereldwijd kunnen leveren. Ze zitten in heel veel landen. En
die kunnen dus de snaren leveren. Hier zie je links de katrollen liggen waar de snaren op liggen in woestijngebied. Dus dat ligt in de Verenigde Arabische Emiraten. En ik heb straks volgens mij ook nog een plaatje van in de Minsk. Oh, dat is deze al. Hier zie je de steentjes liggen en de begroeiing. Hier zijn we echt in Minsk. En overal leveren ze zo hun bekabeling. En dit staat op de rollen. En dan zie je, Jeninske Stringtechnologie, rechtsboven staat er. En links staat B-kaart. B-kaart levert dit allemaal. En deze staan allemaal op deze rollen. En hier zie je dat ze aan het bouwen zijn aan de stringrail. En die pijl linksonder, die wijst naar de rollen die daar liggen voor de strings om hier tussen te leggen. Dus het is heel duidelijk, B-kaart die levert echt overal. Als je dan kijkt, heel veel mensen zeggen, ja, maar het duurt zo lang. Dat klopt, maar een bedrijf in ontwikkeling moet zorgen dat ze, zeker ook met dit soort vervoer, je vervoert mensen, levende mensen. Als er iets gebeurt, dan zou je met levens van mensen spelen. Dat kan niet. Ze hebben in 2015 hun stuk grond gekregen in Belarus. In 2016 hadden ze hun eerste wagon gebouwd en de rail klaar, konden ze gaan testen. In 2017 waren er nog twee modellen bijgekomen. Hadden ze drie modellen binnen 2 jaar tijd. In 2018 hebben de Emiraten al gezien hoe goed dat dit was. Die hebben snel hun handtekening gezet, een stuk grond gegeven. En er had Jeninske Stringtechnologie in 2019 alweer hun eerste traject gebouwd. Het station was er niet klaar, maar ze konden al gaan testen. En in 2019-2020 is de Uniflash gereed gemaakt. Hoge snelheidswagon voor een snelheid van 500 km per uur. De andere hiervoor zijn allemaal tot 150 km per uur. Maar deze hoge snelheidswagon die kan een snelheid halen van meer dan 500 km per uur. Allemaal elk jaar komt er onder dat iets nieuws bij. Dan hebben ze in 2021 tijdens de pandemie, konden ze niet werken, maar wel op kantoor. Mensen konden vanuit thuis samenwerken. Hebben ze containervervoer ontwikkeld. Dat hebben ze in 2020 verder uitgewerkt. En we zijn nu bijna zover om waarschijnlijk eind van het jaar nieuwe ontwikkelingen te kunnen melden. Dat was ook bekend, kwam bekend bij een verslaggever. En die verslaggever die vond het een ongelooflijk verhaal, zoals als wij het aan mensen vertellen, mensen ook zeggen, dit kan niet, dat bestaat niet. Hij is gaan bellen, gaan vragen, mag ik komen kijken, mag ik er iets opname van maken, mag ik meerijden, mocht allemaal. En hij heeft daar een filmpje van op internet gezet. En heel veel andere maatschappijen, zoals Fox News en CNN, ook andere, die hebben dit allemaal overgenomen. En op journaals kwam het kwam overal. Men vond het ineens heel erg interessant. En zo ook het boek Connection Week. Die zag het ook, die is ook komen praten. Die hebben zelfs een afbeelding op de voorkant van de kaft gezet. En daarna hebben ze aan de binnenkant ook nog een heel aantal pagina's aan gewijd. Dat wil zeggen hoe belangrijk dat ze het vonden om dit allemaal even heel goed uit te kunnen leggen. Nou, hoe mooi is dat? Ze hebben dus ook nog een artikel gepubliceerd in de mediabron World Construction Today. Die heeft een artikel gepubliceerd. En dat ging over dat Jeninske Stringtechnologie Hyperloop had verslagen. Dat was zeer interessant. Wat schreven ze? Dat Jeninske Stringtechnologie het passagierssegment in de praktijk ging brengen, wat Viering Hyperloop niet deed. Want die stopte ermee, officieel het bedrijf zelf dan. Hè. Er zijn veel andere scholen die het allemaal nog wel doen, want ze hebben geen patent aangevraagd. Dus iedereen mag gewoon verder gaan met deze technologie om te kijken of ze het wel kunnen ontwikkelen. Maar Jeninske Stringtechnologie heeft iets anders. Maar Viering Hyperloop kondigde destijds aan dat ze het passagierscapsules met vacuumbuizen gingen bouwen. En dat die snelheden van meer dan 1000 km per uur konden gaan halen. De media was wel enthousiast, maar bespraken toch ook de mogelijke problemen ervan. En ze twijfelden ook over van alles. En daarna maakte, een tijdje terug, maakte Viering Hyperloop bekend dat ze het idee van personenvervoer hebben losgelaten. En ze zijn alleen overgestapt op goederentransport. Maar Jeninske Stringtechnologie, die vond het geen belemmering. En ze schrijven dat ondanks de moeilijke omstandigheden Jeninske Stringtechnologie zijn plannen niet opgaf. En op basis van de manier, schrijven ze, waarop Jeninske Stringtechnologie het passagierssegment wel implementeert, lijkt het erop dat het transport en
dat de transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf van Janinski een meer levensvatbare oplossing kan zijn dan het overschatte project van Virginia Hyperloop. Dat is heel veel als dit een extern bedrijf schrijft. Ze schrijven verder dat Janinski Stringtechnologie ook een alternatief transport ontwikkeld heeft en dat ze vorig jaar een certificaat van conformiteit met veiligheidseisen hebben ontvangen van de internationale organisatie TÜV-SW. En dat is echt een onafhankelijke organisatie die wereldwijd alle veiligheid in de gaten houdt. En ze schrijven dus dat Janinski Stringtechnologie een betere versie had van de Hyperloop, dan de Hyperloop. En kort na deze publicatie kondigde SkyWorld Community de start van de commerciële projecten aan. Er zijn inmiddels al heel veel gesprekken geweest met landen. En er zijn veel landen geweest die proefritten hebben gemaakt. En dat zijn onder andere hoogwaardigheidsbekleders uit Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. Koninkrijk Lesotho heb ik wel een mooi verhaal ervan, want daar hebben wij, toen wij daar waren vorig jaar, toen hebben wij gezien dat de koning en koningin van uit Lesotho, die kwamen tijdens ons bezoek, kwamen die daar. Wij moesten even wachten dat de koning en koningin een ritje mochten maken. Die waren onder strenge begeleiding daar gekomen en daarna mochten wij weer verder. Delegaties uit andere landen zijn al in gesprek met Janinski Stringtechnologie over verdere implementatie. En dat zijn Egypte, Saudi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. Indonesië heeft vorige week ook de handtekeningen gezet. Ze hebben opties besproken over de samenwerking en waar de routes moeten komen. In het Ecohuis hebben ze dit allemaal gezien. Daar staat een mini-afbeelding van hoe het in het groot kan zijn. Dan zie je rechts achterin zie je een woontoren. En daartussen, aan de andere kant staat ook een woontoren. En daartussenin zie je wagons rijden. Maar ook aan de onderkant gaan wagons overheen. Dat kun je hier niet zien. Maar ook in de lucht zie je doorhangende stringvervoer. En daar gaan ook wagons overheen. En dit alles krijgen mensen die daar zijn komen kijken. Die krijgen dat uitgelegd. Ook wij, toen wij daar waren, hebben dat uitgelegd gekregen. Het was gigantisch mooi. Dit zijn een aantal delegaties uit landen die zijn geweest. Er zijn foto's van gemaakt. Dus ook heel duidelijk te zien dat er mensen uit die landen zijn. Meer mag er nog niet verteld worden, totdat alle handtekeningen gezet zijn. Maar als je ziet dat er delegaties uit landen zijn geweest en niet alleen maar een hoogwaardigheidsbekleder uit een land, dan kunnen we verwachten dat er toch wel voortschrijdende gesprekken zijn. Sorry. Ook Indiase vertegenwoordigers, die zijn een tijdje uit beeld geweest. Die zijn nu weer terug. En die vonden het heel belangrijk om samen te werken met betrouwbare zakenpartners. Ze zijn zelf op een gegeven moment weggegaan. En nu zijn ze weer terug. En ze hebben dit kunnen blijven volgen. En ze zien gewoon hoe geweldig dat dit zich allemaal ontwikkeld heeft. Hier zie je ze zitten in gesprek. En ook rechts zie je dat ze in het Ecohuis zijn, dat ze de mini-opstelling kunnen zien. En ze hebben in de U-fles gezeten. Gewoon allemaal heel belangrijk. Dan hier een delegatie uit Brazilië. Dat zijn al burgemeesters en bouwondernemers, afgevaardigden van bouwbedrijven. Dus die moeten ook gewoon kijken hoe het allemaal is en hoe het werkt, om als ze in zo'n land gaan bouwen, te weten hoe het gaat werken. Wat de bedoeling is. Hier hebben we Vietnam. En Vladimir Maslov en František Solár zijn daar geweest tijdens de pandemie. Flink in quarantaine gezeten, 4 weken. Maar daarna konden ze gesprekken hebben. En dan zie je rechts de foto met Vladimir Maslov. En in Vietnam hebben ze Viettransnet ontwikkeld. En dat is een aparte organisatie die de bouw en de begeleiding in Vietnam gaat volgen. Dit zijn afgevaardigden uit Korea. En dit is uit Paraguay. Mensen uit Paraguay. En ook de ambassadeur van Rwanda is geweest. Emmanuel Hategeka. En zij is volgens mij degene voor de wagons die al gebouwd zijn in de fabriek. Maar ik weet het niet zeker. Ik dacht dat het voor Rwanda was. Oh ja, hier. Openbaar vervoerprojecten voor Rwanda. En ingenieurs en specialisten die gaan dit bekijken, die hebben de kennis meegemaakt en die weten ook hoe er mee omgegaan moet worden. Ze waren erg geïnteresseerd, ze toonden veel interesse voor de aanleg van deze routes. En
de Unilight en de Unicar, die beschouwen ze, dus deze twee modellen. Maar dan de links in een wat groter model en de middelste ook wat groter uitgebouwd. Die beschouwen ze daar als de belangrijkste modules. Ze willen ze niet zo luxe hebben als in de Arabische Emiraten. Het moet wat eenvoudiger allemaal gemaakt worden, zodat mensen zo goedkoop mogelijk van A naar B kunnen reizen. Dit zijn de foto nog even een keer in de fabriek. En dan zie je dat er al meerdere modellen gebouwd zijn. Dit is, ik heb nu even een klein plaatje ervan, maar ik heb er al twee zeker zien staan. Eentje die vervoerd is geworden en hier zijn ze deze nog aan het opbouwen. En dit is een dame die is algemeen directeur van twee bouwbedrijven in Kirzysje. En zij heeft een gesprek gehad met Anatoly Gnitsky. En de mensen die bij Anatoly Gnitsky op gesprek komen, die hebben echt wel wat meer interesse om te gaan doen. En als je dan ziet dat het iemand is van een bouwbedrijf en geen burgemeester of overheidsfunctionaris meer, dan weet je dat er vergevorderde gesprekken zijn. Hier is nog het plaatje van de koning van Lesotho. Rechts zitten ze daar in de bank. En links zitten ze bij de computers om te kijken hoe alles te zien is in het computercentrum. En in het midden zie je hun paviljoen wat tijdens de expo er stond. Dan kunnen ze een beetje laten zien wat het land zelf te bieden heeft. Maar verder kan daar niet veel meer laten gezien worden als gewoon het land mag zich presenteren. En daarom heeft Chinese stringtechnologie het geluk gehad dat wij daar het ecohuis hadden. En dat ze daar hun eigen techniek aan mensen die meer geïnteresseerd waren en iets wilden zien van een bedrijf uit dat land, die konden naar het ecopark komen. Het was een speciale route met verbindingen met een aantal auto's gemaakt, beveiligde auto's, zodat hoogwaardigheidsbekleders ook veilig van A naar B konden reizen. We hebben ze komen aanzien komen, zoals de koning van Lesotho, in gepantserde auto's. En Lesotho die ligt in Zuid-Afrika, maar zoals je ziet, zit hij helemaal niet aan de zee. En omdat hij geen haven heeft aan de zee, moet er eerst een verbinding gemaakt worden naar die kant. En zij denken dus dat Chinese stringtechnologie hun problemen in de landbouwsector om de vervoer te versnellen makkelijk kan oplossen. Zodat ze ook het dagelijkse inkomen van mensen kunnen verbeteren. Maar ook in de wagons voor het passagiersvervoer is het belangrijk om de luchtweersysteem goed te hebben. Het microklimaat moet daar goed zijn en daar hebben ze een speciaal iets voor ontwikkeld dat de luchtuitwisseling heel goed geregeld gaat worden. Ze kunnen dus de uitgaande lucht compenseren. En dat microklimaatsysteem is met succes getest bij extreme temperaturen tot plus 55 graden. Maar ook min 55 en 60 graden. En ze kunnen de temperatuur daardoor houden op gemiddeld tussen de 18 en 23 graden Celsius in de compartimenten. Nou, dat is gewoon heel mooi als je weet dat die buitentemperatuur veel kouder of warmer is. Ze hebben ook op een tentoonstelling gestaan in Azerbeidzjan. En daar waren veel overheidsfunctionarissen en ook meer afgevaardigden van ministeries. En die hebben allemaal ook kunnen spreken met Chinese stringtechnologie. En er was ook heel veel animo om daar meer van te weten. Ook hebben ze gestaan op de Idertrans in Berlijn. En de RTA stond daar met een stand en die hadden daar de wagon van Chinese stringtechnologie midden in de stand staan. En dat was het begin van de aankondiging van de route van 15 kilometer in Dubai met 21 stations die daar publiekelijk aangekondigd werd dat Chinese stringtechnologie die deal heeft gewonnen. De rest van de projecten gaan ze niet vertellen. Er zijn nog een aantal projecten meer. Maar dat is ook vanwege afspraken met partners en uit veiligheidsoverwegingen, maar ook om oneerlijke concurrentie voor te blijven, want die is er nog steeds. Dit zijn een aantal voorbeelden van stations die ze in Dubai gaan bouwen. En waarom investeren mensen in YouSky? Want heel veel mensen kunnen dit project ondersteunen. Nou, dat is natuurlijk voor het milieu. Het stoot geen schadelijke stoffen uit. Voor de aanleg is minder dan een kilometer snelroute nodig. En de bossen die zullen niet afgebroken hoeven te worden. Die kunnen gewoon blijven bestaan. Die kunnen zuurstof blijven produceren. En het milieuvriendelijke vervoer kan er overheen gaan.
En dit is vooral heel belangrijk voor gebieden in het Midden-Oosten en Azië, want daar hebben ze een grote bevolkingsgroei, geen fatsoenlijk aangelegde wegen. En door dit aan te leggen kan hun klimaat in stand blijven, want daar is wel heel veel mooie natuur. En mensen kunnen toch snel van A naar B reizen en hoeven niet heel moeilijk te doen door bergen heen of door andere gevaarlijke gebieden te gaan. Nou is er ook iets belangrijks naar buiten gekomen sinds 2 weken. Nigeria, die heeft een goedkeuring gegeven en alle handtekeningen zijn gezet. Die gaat een traject bouwen van Tikkan Island onderin Nigeria naar Laos. Dat is een lengte van 20 kilometer en dat gaat 280 miljoen dollar kosten. Dat is het eerste traject wat ze zo gaan bouwen. In Nigeria zijn er nog wat meer besprekingen over andere trajecten, maar dit is het traject wat al naar buiten is gekomen. En zo zie je dat er nu een aantal trajecten zijn die ze naar buiten hebben gebracht. En wanneer brengen ze naar buiten? Als alle handtekeningen gezet zijn, dat men niet meer terug kan, zoals in het verleden gebeurd is met bepaalde landen. Toen men het te vlug vertelde, zijn die landen gewoon gestopt, want concurrentie zei: we kunnen het goedkoper. Konden ze achteraf niet, komen ze wel weer terug. Maar het is ten nadele van je Nijsky-stringtechnologie. En dat hebben wij de afgelopen jaren meegemaakt. Maar daardoor ook de afgelopen jaren dat er niks meer verteld is. Dat mensen zeggen: hoe kan het? Er gebeurt niks meer. Hoe kan dat? Nou, dat komt daardoor. Nou is er wel door die oorlog iets veranderd. En mensen hebben mij veel gebeld van: hoe zit het net met de financiële gelden? Want zit dat daar? Nee, dat zit daar niet. Het zit in 3 andere staten. Dat zijn belastingvrije staten, zodat ook niet te veel geld naar belastingen gaat, maar echt allemaal voor het bedrijf gebruikt kan worden om te bouwen. En dat zijn dus Cyprus, Vanuatu en Cayman-eilanden. En daar zit dus ons geld. Dat is gewoon verdeeld over heel de wereld. Er zijn verschillende betaalmogelijkheden en we hebben geen obstakels met geld dat ergens tegengehouden zou worden. Hier zie je het over de wereld heen verdeeld. Dat ze heel mooi verdeeld zijn over de wereld met het geld veiligstellen. En we hebben een bericht gekregen van de vrouw van Uninski, Nadezhda Kosareva. En zij is CEO van Uninski Stringtechnologie. En zij schreef in het begin van het jaar al: we hebben al de nodige materialen ingekocht. En dat is voldoende voor de geplande werk in Wit-Rusland, om dat dit jaar allemaal te kunnen voltooien. En eventuele onderbrekingen in leveringen zullen ons ook totaal niet hinderen. Maar op hun beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten. Want alle afspraken met de partners blijven van kracht. Ja, dat is duidelijk als je het voorgaande hoort. De regering van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zelfs de crowdfunding goedgekeurd. Wat ze altijd afgekeurd hebben, hebben ze nu goedgekeurd. Zij vinden de crowdfunding, hoe het door Uninski Stringtechnologie gebruikt wordt, goed. En ze merkte op dat het zelfs een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën. En die jonge innovators en ondernemers in hun land zullen helpen. En ze hebben het over het werven van fondsen voor de uitvoering van eventuele projecten en goede ideeën op speciale platforms. Crowdfunding platforms worden gereguleerd door de Security and Commodities van de Administration in SCA in de Verenigde Arabische Emiraten. Als we het samenvatten, is het gewoon heel mooi wat we allemaal weten. En zeker als we dan ook nog zien dat de veiligheid, zoals je rechts ziet, dus voor het bedrijf ook heel, heel goed bewaakt wordt. Want als je goed kijkt, zie je een rode lijn op dat plaatje. Dat is een straling vanaf een wagon naar buiten of er mensen gedetecteerd worden. Dan zie je in het rood die persoon wordt gedetecteerd, maar wat verder weg een persoon die niet. Als een wagon dichtbij een station komt, dan kunnen mensen daarvoor lopen. Doordat ze mensen kunnen detecteren, stopt een wagon. Loopt die persoon naar een wagon toe, gaat hij zelfs achteruit. Ik heb er filmpjes van, die kan ik hier niet laten zien, maar dat is gewoon heel leuk om te zien. Dus hoe veilig is dit? Wij hoeven ze eigenlijk niet druk te maken dat de veiligheid in gevaar zou kunnen komen. Maar daar hebben ze wel veel jaren voor nodig gehad om dit allemaal te ontwikkelen, uit te testen en nog meer. En als je dan kijkt dat ze in 2015 een stuk grond hadden en vanaf 2016 in feite pas konden gaan testen, dan is er heel veel gebeurd. Als je vergelijkt met Tesla, die heeft 1 auto ontwikkeld en verder niet. En zij hier hebben heel veel verschillende modellen, maar ook heel veel verschillende andere dingen moeten ontwikkelen. Zoals niet alleen de vervoermiddel, maar ook
de weg ernaartoe. Tesla heeft nooit geen weg aan hoeven te leggen. Ook stations. Tesla heeft nooit geen garages hoeven te bouwen of wat dan ook. Of palen, oplaadpalen. Dit is zo nieuw. Dit moet allemaal door het bedrijf zelf opgebouwd worden, getest en verzonnen worden. En dat is een heel ander verhaal. Ze zijn vanaf 2015 echt bezig met het uitbouwen. Maar Juninski zelf is al vanaf 1978 bezig met de ontwikkeling van dit. Met zijn idee. En in 2015 heeft het echt een vaart gekregen door ook de crowdfunding. Want banken wilden geen financiering geven. Maar doordat wij risicogeld hebben gegeven, is dit kunnen ontwikkelen. En hebben ze ons geld kunnen gebruiken om dit te bouwen. En daarom heeft hij destijds, toen ik hem een keer gesproken heb, ook echt gezegd, dankjewel allemaal dat jullie mij dit hebben kunnen laten bouwen. En inmiddels zijn we in 2022 en zitten we in fase 14.3. We zijn 14 dagen geleden van 14.2 naar 14.3 gegaan. En nog één fase hierna is fase 15 en dan stopt het. Ik heb begrepen dat fase 15 niet in gedeeltes uitgezet wordt. Dus hierna nog één fase. Als je verder wilt gaan kijken naar de sites, dan kunnen we links de Juninski.com about kijken. Dan zie je alle beveiligingscertificeringen die er gedaan zijn. Maar wil je meer lezen, dan is vooral Juninski.com/nieuws. Dat is een hele fijne pagina om de laatste nieuwtjes bij te kunnen houden. Wil je meer weten, kun je ons ook bellen. Erwin en ik geven om de beurt, om de week een webinar. En je mag ons altijd bellen om vragen te stellen. Daar zijn wij gewoon voor. Wij zijn ervoor aangesteld vanuit Juninski String Technologie en Skyward Community om de mensen te begeleiden in de landen in hun eigen taal. Zoals ik zei toen ik begon. Dus dat is heel fijn allemaal. En dan kunt u ons altijd bellen. En verder, dit is mijn verhaal voor vanavond. Bedankt voor jullie aandacht. Ik zei in het begin toen ik begon, want ik heb maar een uur kreeg ik, dus ik moet snel zijn met mijn verhaal vertellen. Maar het is me een kwartier eerder gelukt. En het is voor jullie fijn dat je niet te lang hoeft te luisteren, maar je hebt wel alle informatie gekregen die ik op dit moment kan en mag doorgeven. Het zal tot het eind van het jaar zullen er nog wel nieuwe dingen bijkomen. En dan is, daarom is het ook wel slim van jullie om één keer in de vier weken een keer te luisteren. Want dan hebben we waarschijnlijk weer meerdere veranderingen. Elke week dan zul je minder merken. Maar als je één keer in de vier weken een keer luistert, dan denk ik dat jullie toch telkens wel zien dat er veel nieuws bij komt. Verder wil ik jullie bedanken voor het luisteren van vanavond. En wens ik jullie nog een fijne avond. Tot ziens.